De blauwe wand is een begrip in Os. Iedereen die hier woont, die kent wel iemand die bij MSD werkt of er gewerkt heeft. En Jan Marijnis die wees me erop dat je nog kunt zien wat er vroeger op die wand heeft gestaan. Namelijk eerst Organon en daarna Schering Plauw. Nu dus MSD. Ja, onderdelen worden verkocht, hoe dan ook. We weten nog niet hoe het gaat. Maar wat komt er hierna op te staan? Nou, hopelijk meer Organon natuurlijk. Hè? Dat is wat iedereen hoopt. En dat is ook wat de inzet van de strijd is. Dat is dat het besluit van MSD wordt teruggedraaid. En hier Os verblijft worden met de naam Organon. In de radioserie kijken we naar de geschiedenis van Organon en van Os. En naar wat er gebeurt na de reorganisatie. Want nog steeds hangt 2100 mensen ontslag boven het hoofd. Jan, jij hebt hier nog ergens gewerkt ooit. Ik heb een poos gewerkt bij de konijnen, waar proeven mee gedaan worden. In Schaik was dat. Ik heb gewerkt hier bij de technische dienst een poos. En ik heb een heel ander moment een keer, volgens mij vakantiewerk of zo, lang geleden, hier achter die blauwe wand verpakkingsmateriaal voor de pil gesorteerd. Noem eens een paar Organon-producten. Kun je dat? Ik zou het niet weten. Vroeger hadden ze hier... Nou, weet je dat dit het bedrijf is waar als eerste in de wereld... De Chinezen hadden het al, maar het eerste in de wereld op industriële wijze insuline is geproduceerd. Dat is dit bedrijf. Dus dat is begin vorige eeuw geweest. Nou, de pil ken ik. Ze schijnen zo'n modern spiraaltje te hebben tegenwoordig waar ze veel geld mee verdienen. Nuvaring? Ja. En ja, ik geloof dat ze ook allerlei kleine niches in de gezondheidsmarkt bedienen. Dus medicijnen maken voor niet al te veel mensen. Dit is ook Os. En dit is het verbindingskanaal tussen Os en de Maas. En dat was natuurlijk voor de industrie heel handig. Omdat ze dan hun producten konden vervoeren over de Maas. Maar dit kanaal is ook belangrijk geweest voor al die bedrijven die hier gekomen zijn. Maar ook weer te vroeg zijn vertrokken soms. Hè? Ja, dus dit is het burgemeester Delen kanaal. Nog geopend door Prins Bernhard in de jaren 60. Maar dat was ruim 60 jaar te laat. Er is hier dus in de jaren 60 een kanaal gekomen met een brug erover. Ja. Maar dat was een hefbrug. Dus daar had je maximale hoogte van doorgang. Ja. Maar je ziet nou dat er een andere brug is die geen enkele hoogte meer heeft. Waar je met, nou ja, wij spreken met 100 meter hoog nog doorheen kunt. En dat is ten behoeve van weer een ander bedrijf. Waar ons ook bekend om is. Dat is Heze Yards. Waar ze van die hele dure aluminium schepen maken. En die kon hier niet onderdoor. Dus nu hebben ze snel die brug aangepast, zodat hij dat bedrijf kan continueren. En zo zie je dus dat de politiek in feite, hè, want ja, dit wordt natuurlijk door de staat betaald, toch de industrie weer helpt. Ja, maar goed, ik bedoel de bedrijvigheid in zo'n stad. En het is een echte industriestad geworden. Vroeger was het hier echt platteland. Ons was klein en de boertjes waren keuterboertjes en zo. Ja, die zijn uiteindelijk allemaal naar de stad getrokken. Vroeger lopend naar het werk, toen op de fiets en nu met de auto. Ja. En die komen allemaal daar werken. Dus het is voor een gemeentebestuur van het allergrootste belang dat je ook zorgt dat die werkgelegenheid blijft bestaan. Hoe moet het verder met Os en ook met Organon? Daarover hebben we het iedere maandag tussen 11 en 12 in De Gids op Radio 1. En natuurlijk op degids.fm.